follow-up. Ik heb twee teksten bij me. Eentje van mijzelf, de column die ik in de Volkskrant schreef nadat ik een paar dagen wist wat er was gebeurd met Joost. En een gedicht uit zijn nieuwe bundel die een week geleden bij mij binnenkwam. En waarvan ik meteen moet zeggen dat dat een van de grote leeservaringen is uit mijn leven. Ik denk dat ik schrijvers die ik zelf kende, op één hand kan tellen, die ik meteen heb opgebeld na het lezen van een boek. En toen ik wakend over God uit had, had ik Joost het liefst onmiddellijk opgebeld en hem bedolven onder een spraakwaterval om hem te vertellen dat ik onder de indruk ben en dat ik verpletterd was door wat hij had geschreven. Ik heb wel zo koket, dacht ik, in een interview beweerd dat de literatuur sterker is, een concentraat van de werkelijkheid. Maar ik had die ervaring nu echt. Ik heb nagedacht over wat ik voelde toen Joost net overleden was. En dat was veel en ook intens, maar het stond toch niet in verhouding tot wat ik doormaakte tijdens het lezen van deze gedichten. Want het licht op Joost Wakerman is verscherpt door het middel van de poëzie. Ik ben zelf geen groot poëzielezer, dat wist Joost. En hij dacht ook dat ik dacht dat hij een essayist was, of een romancier, maar niet per se een dichter. Dat hij zelf herhaaldelijk had gezegd dat hij een dichter is. Je moet hem nu gelijk geven. Na het lezen van deze bundel, Joost was volgens mij in eerste instantie een dichter. En het grappige is dat ook de twee teksten die ik wil voordragen, diezelfde contradictie in zichzelf, samen, niet in zichzelf meebrengen. Want de column refereert aan de vrolijke, opgetogen, prozaïsche Joost. En het gedicht dat ik heb uitgekozen is in zijn ernst en in zijn wildheid en in zijn kracht om het leven en diepzinnigheid en oppervlakkigheid op elkaar te laten botsen. Nou ja, echt geweldig vind ik. Ik zal beginnen met de lichtzinnigheid, dus van mijzelf. En zo herinner ik mijn Joost ook het sterkst als iemand die vermaakt, relativeert, andere mensen een goed gevoel geeft. Daar was hij erg sterk in. En dat gebeurt ook in dit verhaaltje. Ik heb destijds Philip Roth gedood, omdat we allebei, zoals wel meer mensen, maar wij zeker, dol waren op het werk van Roth. En de ondertitel was met De Zwaak naar Amerika. En het begon zo. Ooit las ik een verhaal over Norman Mailer, die in een hotellobby Joost Zwakerman ontmoet. Een ongewoon stuk was het, een soort interview, maar dan geschreven als een kort verhaal waarin Mailer en Zwakerman rondliepen als personages. Er stonden zinnen in als: wachtend op Mailer trok Zwakerman een pakje sigaretten. En Zwakerman zag dat Mailer zijn gehoorapparaat uitdeed. Goed, vond ik. Maar het beste kwam nog. Op de helft van het stuk boog Mailer zich naar Zwakerman toe en daagde hem uit om het zo te doen. Schrijf je interview in de derde persoon. Dat heb ik ook vaak gedaan. Het levert een kort verhaal op waarvan de lezer zal smullen. Deal? Deal, zei Zwakerman. 10 jaar later was ik thuis bij de Zwaak. Zo noemde ik hem toen op. We kennen elkaar pas kort. Sommige mannen vinden elkaar blindelings in voetbal. Weer anderen in xenofobie. Joost en ik smeerden contactpuntjes met Amerikaanse literatuur. We begonnen meteen te knetteren. Zo ging het knetteren dat de Zwaak, die ik op zijn aandringen Joost was gaan noemen, een idee opperde. Waarom ga jij niet naar Philip Roth? Vroeg hij. Dan interviewen we hem. Samen. Deal? Deal, stamelde ik. De weken erna troffen we voorbereidingen. Joost stelde een brief op. Ik gaf via de bezige wijk rooksignalen af naar New England, waar Roth resideerde in een blokhut. Iedere avond, vlak voor het indommelen, stelde ik me voor hoe het zou zijn. Ik en Joost samen in Roth's blokhut. Een beetje eng, toch, dacht ik wel.
Ik zei wel Joost, deze vraag, maar ik vond hem stiekem toch wel larger than life. Gelukkig is Philip Roth erbij, zei mijn vriendin Suzy, staat hier, maar voor wie het weet, het is mijn vriendin. Ik schreef en dacht, misschien is het meer wat voor een kort verhaal eigenlijk. Dat korte verhaal ging zo. Op de heenvlucht spraken Zwakerman en Buwalda honderd uit over Roth's boeken en hadden ze het samen heel leuk. De eerste 6 uur, tenminste. Toen kwamen ze op het idee om in Engels te oefenen. Buwalda's Engels bleek slechter dan het van Zwakerman, een stuk slechter zelfs. Zoveel slechter dat Zwakerman een tukje wilde doen. Tijdens de landing kwamen de vrienden te spreken over de rolverdeling tijdens het interview. Misschien moest Zwakerman de lange vragen stellen en Buwalda de korte. In het hotel bekeken ze ter voorbereiding een oud gesprek tussen Michael Zeeman en Philip Roth. Zeg, belofte Roth, na een meanderende essayistische vraag van Zeeman over de human strength. Heb jij dat boek wel gelezen eigenlijk? Buwalda salueerde klappertandend dat hij er zin in had. De ontvangst in Roth's Rocket was hartelijk. Zwakerman en Roth spraken zeker een kwartier over een diepzwarte vlek die boven de haard hing. Peter is not that into Rothko, betrok Zwakerman zijn compaan in een conversatie. Dat hij nou zo laf about Elvis. Helaas moest zijn compaan wat beamen. De drie mannen liepen naar Roth's schrijfhuisje. Zwakerman links, Roth rechts, rechts. Buwalda half door de rozen struiken. Het interview ging beginnen. Daar houdt mijn kort verhaal op en die staat dat het er nooit van gekomen is. Philip Roth had geen tijd voor de delegatie in Nederland en destijds weer de ramp vond, maar schreef ik 3 dagen nadat Joost overleden was. Wat ik wel een ramp vind is dat Zwakerman morgen mijn kort verhaal niet meer leest. Dat was mijn van toen. Het gedicht dat ik wil voorlezen dat heet Hij. En ik wil natuurlijk ook letten op het vermogen van de taal. Want, ja, ik had het graag aan Joost willen vertellen hoe fantastisch ik het vind. Hij. Mijn klompvoet was ontstoken en diep in mijn hand groeide een vingernagel, diep in mijn vertoord verdoord vlees. Maar in mijn beenmerg was een bloem ontloken en mijn lief verpleegde mij. Ze sprak als een tonger van een pierlala, sta op en wandel. Durf te leven en genees. Toch gebeurde er bepaald geen wonder. Mijn ziel was afgesneden van mijn stem. Onzichtbaar voor de wereld drukte uit hand en voet het bloed van alle mensen. Met mij komt mijn lief in een van levenspijn. Smekend zei ze, laten we opnieuw beginnen. Laat ons samen Adam en Eva van jouw kruisweg zijn. De beproeving, de ontroning, de aanstellerietes ook. Had ik een pilletje? Heel graag. Was ik leidend? Niet echt. Was ik in gevaar misschien? Wel nee. Dat gevaar diende zich pas later aan toen God mij samen met een handvol matties van mijn ziekbed lichtte, mij knevelde en een groezelwitte bodybag insmeet. Mijn lief moest toezien hoe God mij in die lijkzak als een witte vlag een fakkelbrandend zwerk inhuis. Daar waarde ik 3 harde, rauwe uren. Toen was het hem genoeg. God streek de witte vlag. Drukte mij in de laadbak van een SUV, reed zonder handen aan de stuur, zomaar in het wilde weg en dropte mij tenslotte in mijn lijkzak op een mesveld ergens in Europa, in een stad waar ik nooit eerder was, een probleemwijk in Turijn. Zijn matties de hele tijd maar lachen. God zat even later vatsig en voldaan aan sommige Turijnse meisjes, ging arglistig en met vieze vingers ver voorbij een schrandere bikinilijn. Mijn lief reisde mij trouwhartig na. Ze trof mij in de wade aan. Snikkend trok ze mij tevoorschijn
liet mij van pompjes liggen, maar wierp de bodybag de lucht in. Hoog. En hoger nog. Uiteindelijk bewoog het ding op eigen kracht een steek hoger dan de hoogste ster. De bodybag werd een gewelf. Daaronder lig ik roerloos en met open ogen in Gods aangezicht morsdood te zijn. Ik zie nog steeds alles met die ogen. Ik staar tot in oneindigheid der tijden naar die bodybag met baldekker.